Goedenavond. Namens het team heet ik u van harte welkom bij de kerstuitzending voor onze ouderen. Jammer dat we elkaar door de coronamaatregelen niet persoonlijk kunnen ontmoeten. Maar we weten dat u ook onze digitale uitzendingen erg waardeert. Vanavond is dominee Dolaert in ons midden en hij gaat spreken over Jesaja 9, vers 1 tot 6, met als titel In het donker schijnt een licht. We gaan nu luisteren naar het lied Christus is ons licht en ik wens u allen een goed half uur toe. De schriftlezing voor deze avond is uit Jesaja, hoofdstuk 9, en we lezen de versen 1 tot en met 6. Een volk, het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. En zij die wonen in het land van de schaduw van de dood, over hen zal een licht schijnen. U hebt dit volk talrijk gemaakt. Hebt u niet de blijdschap groot gemaakt? Zij zullen blij zijn voor uw aangezicht, zoals men zich verblijdt bij de oogst, zoals men zich verheugt wanneer men de buit verdeelt. Want het juk van hun last, de stok op hun schouders en de knuppel van hun slavendrijver hebt u verbroken als eens op Midians dag. Ja, elke laars, stampend met gedreun, iedere soldatenmantel, gewenteld in bloed, zal verbrand worden. Voedsel voor het vuur, want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven en de heerschappij rust op zijn schouders.
en men noemt zijn naam wonderlijk, raadsman, sterke God, vader van de eeuwigheid, vredevorst. Aan de uitbreiding van zijn heerschappij en aan de vrede zal geen einde komen op de troon van David en over zijn koninkrijk om het te grondvesten en te ondersteunen door recht en gerechtigheid van nu aan tot in eeuwigheid. De naijver van de Heere van de legermachten zal dit doen. Hier eindigt de schriftlezing. We gaan nu samen zingen uit de lofzang, of we luisteren naar het lied, de lofzang van Simeon, een licht zo groot, zo schoon. We willen vanavond nadenken over dit gedeelte en met name het eerste vers van hoofdstuk 9 uit het boek Jesaja. En dat vers dat luidt als volgt: het volk dat in duisternis wandelt zal een groot licht zien. Zij die wonen in het land van de schaduw van de dood, over hen zal een licht schijnen. In de donker schijnt een licht. Dat is het thema van deze overdenking. Wanneer ik hierover nadenk in de voorbereidingen, dan moest ik denken aan jaren geleden. Vroeger bij het kerstfeest van de zondagsschool, in de geboorteplaats waar ik gedoopt ben, waar ik belijdenis heb gedaan in die kerk. Daar moesten we op tweede kerstdag de kleine kinderen allemaal een tekst op zeggen. Die hadden ze uit hun hoofd geleerd. Dat waren de kinderen van de zondagsschool. En zo gebeurde het ook regelmatig dat ook deze tekst, een prachtig adventstekst, ook genoemd werd, opgelezen werd. En het volk dat in duisternis wandelt zal een groot licht zien. Een overbekende tekst. En hij spreekt ook tot de verbeelding. Tot de verbeelding omdat wij daar elke dag mee te maken hebben. Als u 's morgens opstaat, dan ziet u het van lieverlee licht worden. Eerst is het schemerig, u doet de gordijnen open en u ziet bij helder weer, dan ziet u ook de zon al opkomen. En een uur of vier, dan moet onderhand het licht weer aan in deze donkere dagen voor kerst. Dus het spreekt echt tot de verbeelding. En als ik
straks weer in de auto stap, dan rijd ik weer naar huis. En dan moet ik mijn licht aandoen, want anders ziet een ander mij niet. En ik zie soms ook de weg niet goed. Dus licht en duisternis. Het is iets wat we elke dag meemaken. En deze Bijbeltekst, die bedoelt natuurlijk een andere manier van licht zijn en een andere manier van duisternis. Want het gaat hier over een volk. Een volk dat in de duisternis wandelt. En over wie gaat het dan? Nou, dan gaat het over Israël. Dat is het volk van God. Maar ook wel apart dat Israël in de duisternis wandelt. Want normaal is het zo dat de Israëliet die de Heere God kent en die weet van de bevrijding van de Heere God uit het land Egypte, dat hij mag wandelen in het licht. De psalmen die getuigen daarvan. De psalm die zegt, uw woord is mij een licht op mijn pad, is mij een lamp voor mijn voet. Dus heel de Bijbel, het Oude Testament, weet het. We hebben het licht van de Heere God nodig, het licht van zijn woorden nodig, het licht van zijn wet. Want de wet van God, liefde tot God en liefde tot de medemens, dat zijn de lichtdragers, dat zijn de lampen die een Israëliet heeft. Hoe komt dat dan dat dat volk in de duisternis wandelde? Want dat is dan toch vreemd, want ze hebben toch het licht van God gekregen. Nou, we lezen hier in de profetie van Jesaja dat er allerlei bedreigingen op hun afkomen. De bedreiging van de omliggende volken, de bedreiging van de Assyriërs. En dat betekent dus dat ze overwonnen zullen worden, dat ze het zullen verliezen. Er vindt een belegering plaats. En dan zou je zeggen, wat naar dat die duistere vijanden dat toch allemaal doen. Waarom hebben ze dat nu gedaan? Waarom doen ze dat nu? Dat wat we nou hier lezen, die duisternis, die komt dus van de afgodische volkeren. Althans, zo getuigt het Oude Testament. Maar dat is niet voor niks. Want het is zo dat Israël eigenlijk die afgodische volkeren, althans de gewoonten, hier al binnengehaald heeft. Hier Israël, die luisterde meer naar de afgoden als naar de God door wie ze zijn bevrijd. En dat geeft hier in deze periode, waarvan de profeet dan zegt dat ze in de duisternis wandelen. Er zijn allerlei krachten en machten die ze binnengehaald hebben in het beloofde land en waardoor zij in de duisternis wandelen. Het is schemerig geworden en van lieverlee wordt het dan helemaal donker. En dat geeft dus het woord van God aan. Dat is de achtergrond als het ware van deze Bijbeltekst. Het volk dat in de duisternis wandelt, dat betekent dat het licht van Gods woorden weg is. Ze houden de woorden van God, ze houden het boek van God gesloten, waardoor het licht niet meer kan schijnen in hun leven. Ze houden de geboden van God, die lappen ze aan hun laars en die laten ze achter zich. En de geboden van de andere volkeren, die niks te maken hebben met de liefde tot God en de medemens, die volgen ze. En dat is dus de achtergrond wat er gebeurt. En zo komt er een benauwdheid. Zo geeft de Heere God, die geeft op hun pad een stukje duisternis vanwege de vijand. Het volk dat in duisternis wandelt. Nou, als we dat op ons persoonlijk leven wat proberen toe te passen, dan zouden wij tegen elkaar aan elkaar kunnen vragen van, hoe is het in jouw leven? Is het in jouw leven licht? Is het in uw leven licht? En dan bedoelen we dat, leef je in het licht van Gods woord. We gaan straks een lied horen, dat is, ik wandel in het licht met Jezus en ik luister naar zijn kostbare stem, naar zijn dierbare stem. En zo kan het wel zijn dat dat licht van het woord van God er niet zo meer is en dat je de pad een beetje in de duisternis moet gaan. En dan weet je de weg niet meer. En weet je wie wel de weg weet in de duisternis?
Er is er één die de weg in de duisternis als een broekzak kent, als het ware. En dat is de vorst van de duisternis, waar Jezus over spreekt. De vorst van de duisternis, die weet precies de weg in de duisternis. En die leidt je steeds verder weg de duisternis in. Nou, dat kan in je leven zomaar gebeuren. Er kunnen allerlei ontwikkelingen in ons leven zijn, waardoor wij zeggen, ik ben het licht van het evangelie, het licht van Gods geboden, ben ik helemaal kwijtgeraakt. En dan, ja, dat kan door allerlei omstandigheden, kan dat plaatsvinden. En dan klinkt het juist op dat moment waar onze hoop een beetje weg is en dat we wat hopeloze mensen geworden zijn, het niet meer zien zitten, dat er van alles op je weg gekomen is en dat je eigenlijk moet zeggen, er zit ook wel een schuldfactor in met betrekking tot mijzelf. Ik ben eigenlijk, zoals een andere dichter het zegt, ik ben ongemerkt, ben ik het spoor van God kwijtgeraakt. En ik ben op andere wegen gegaan. Ik ben een zijpad ingegaan. Dus niet meer op de weg van God met het licht van Gods wet, maar andere wegen gegaan. En juist, dat is dan het bijzondere, hè? Dan komt juist voor deze mensen, dan horen we de boodschap, hij zal een groot licht zien. Zij die wonen in het land van de schaduw van de dood. De dood, hè? Het einde, er komt als een schaduw op je af. Waardoor dat je denkt, het gaat helemaal fout. De dood die grijnst je met een grimmig gezicht aan. En in de schaduw ervan zit je. En juist daar waar alle hoop je ontviel, in dat land, de schaduw van de dood, daar schijnt dat licht. Dan komt het licht van de andere kant. Dan komt het licht van God vandaan. Dat grote licht. Ik moet in dit verband ook denken aan het boek van Floris Bakels. Nacht und Nebel. En daar beschrijft hij het verschrikkelijke gebeuren in de concentratiekampen. Als het nu gaat over de duisternis van het leven. Als het nu gaat wat er in een mens huist en waar een mens toe in staat is, dan moet u dat boek maar lezen. Al die gebeurtenissen die plaatsvinden in de concentratiekampen die Floris Bakels heeft meegemaakt en die hij beschrijft in zijn boek. Het is pure duisternis en donkerheid. Wat gebeurt er nu in dat kamp of in een van die kampen in 1944? Dan ziet hij als het ware in een soort van een visioen hier aan de hemel, in dat verschrikkelijke gebeuren van het kampwezen, ziet hij die Bijbeltekst voor hem verschijnen. Dan ziet hij, het volk dat in de duisternis wandelt, zal een groot licht zien. En dat gaf voor die Floris Bakels en degene die met hem waren, gaf dat enorme hoop. En zo, daar moest ik aan denken. En goed, dat is voor ons als het ware ook. Het leven wat wij leven, in onze tijd ook, waar we nu als het ware tegenaan lopen met al onze beperkingen in deze coronatijd, waar COVID-19 met die verschillende varianten ook huishoudt, ook onder ons, waar mensen ziek worden, positief getest worden, ondanks alle vaccinaties. En toch, dan we het als een bedreiging zien en ook straks weer die nieuwe, hoe komt het toch allemaal? Heeft het ook niet te maken met... Maar toch, in die situatie, horen we dat er in die duisternis een licht schijnt. Een licht schijnt. In het donker schijnt een licht. Dwars door alle gebeurtenissen heen, horen we, lezen we in het woord van God, lezen we van een licht. Advent, kerstfeest. En het licht, dat is het kind in de kribbe, de Heer Jezus Christus, dat mogen we weer gedenken. Dat hij naar deze wereld gekomen is, deze wereld in de duisternis van deze wereld, in de duisternis van alle religie, schijnt een licht. En Jezus zegt zelf, ik ben het licht van de wereld. In de donkerheid van de stal van Bethlehem schijnt een licht in de kribbe. Voor een ieder die gelooft. De redder, de verlosser, de zaligmaker van deze wereld is verschenen. Hij leeft en wij zullen leven door hem. En daarom is het zo hoopvol dat
ook in deze Bijbeltekst, waar het voor Jesaja ook niet meeviel, waar hij ook schrijft, het is een laars met stampen, met gedreun, een soldatenmantel gewenteld in het bloed. Nou moet je nog een meer van die duistere teksten hebben, van die duistere regels. Hij spreekt ervan. En toch, een licht schijnt in de duisternis. Dwars tegen de weerbarstigheid heen, wat mensen allemaal voor elkaar krijgen en wat mensen allemaal in praktijk brengen, schijnt het licht in de duisternis. Jezus Christus. Zo krijgen wij, als het ware, hoop voor de toekomst. Hoop voor het kerstfeest wat we straks gaan vieren. Omdat we weer mogen gedenken. Hij leeft en hij is naar deze wereld gekomen. Door God de Vader gezonden is hij ons in alles gelijk geworden. Een licht zo groot, zo schoon, gedaald van het hemelstroon, straalt volk bij volk in de ogen. Dat hebben we net gehoord van Simeon. En nu ook, en deze liederen die we nu weer gaan horen ook, dan is het ook weer dat Christus het licht is en hij schijnt in de duisternis. En als we dat licht mogen zien, het licht in de kribbe, dan gaan we straks ook zingen en horen van: ik wandel niet in de duisternis, maar ik wandel in het licht met Jezus. En ik luister naar zijn dierbare stem. Laten we daarnaar horen. Laten we daarna leven, laten we daar uitleven en laten we dat ook mogen zien. Elke dag opnieuw, levend uit het licht. Als het licht weer ons gegeven wordt op de nieuwe morgen, dat we mogen weten, Jezus Christus is het licht. Hij leeft en regeert in eeuwigheid. In hem geloof ik, op hem vertrouw ik. En hij is mijn troost, hij is mijn uitzicht. Hij is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Amen. Yeah.
We zullen samen danken en ook voor elkaar bidden. Heere God en Vader in de hemel, u die in een ontoegankelijk licht bewoont, en u die met uw licht naar deze wereld gekomen bent, die wereld die in de duisternis is, en dat u met het woord van u, met uw Zoon Jezus Christus, in de duisternis heeft geschenen. En dat het in uw woord als een licht aan ons gegeven is. En zo mogen wij elke dag de woorden van het licht lezen. Zo mogen we uit het licht leven in deze duistere wereld. En ook ons laten beschijnen door dat licht. Want ook in ons leven, in ons hart, er kunnen soms van die duistere kanten zitten. In hoe we denken over u, of hoe we denken of praten over onze medemens. En daarom vragen wij of dat u ons met uw licht beschijnt, zodat al die duistere, donkere dingen aan u belijden, zodat het schoongemaakt wordt van binnen en in het licht mogen wandelen met Jezus. Heere God, we danken voor deze overdenking. We danken voor deze woorden uit de profetie van Jesaja en dat we die mogen meedragen in ons hart. En dat ons hart op deze wijze ook verlicht is en dat we zo naar kerstfeest mogen gaan. En dat we het feest van het licht mogen vieren, niet van het kunstlicht, niet van het romantische licht alleen, maar van het licht dat schijnt in de duisternis en wat alles openbaart. Heren, daar hebben we echt behoefte aan. Want dat is zo nodig voor uw gemeente, dat is zo nodig voor deze wereld ook. Opdat we rein zouden leven met u en met elkaar. Geef dat we zo een gezegende kerstviering mogen hebben. In de kerk of ook thuis met familie of met andere mensen of misschien zijn we alleen. En als we alleen zijn, dan kan het soms zo eenzaam zijn. En daarom vragen we u te meer voor de alleenstaanden. Voor de alleengaanden, geef uw zegen, hulp en kracht en schenk ook bijzonder licht voor hen. Zo dragen wij elkaar aan u op en zo geven we deze overdenking en dit moment weer aan u terug. Verlangend naar u, dat u schijnt met het kerstfeest in deze donkere coronatijd, waarin we mogen weten, de Heer is onze herder, de Heer is ons licht en Hij is onze kracht. En zo vragen wij dit, o God en Vader, voor en met elkaar, in Jezus' naam. Amen. We gaan nu luisteren naar het laatste lied, Ik wandel in het licht met Jezus.
zo zijn we aan het eind gekomen van deze uitzending. Dank u voor het kijken. En namens het hele team hier en de leiding van het seniorencontact wil ik u Gods zegen wensen voor de kerstdagen en de jaarwisseling.